Mijn verhaal. Ik werkte als VA, was superleuk, vond het heel erg gaaf, leerde heel veel. Ik had veel klanten, groeide lekker. Maar ik werkte ook best wel hard. En als ik niet werkte, was er geen inkomen. Nou, is dat in het begin nog niet zo erg, maar op een gegeven moment denk je, ja, hoe lekker zou het zijn als ik gewoon 7 weken of 2 niet werk en mijn inkomen gewoon doorloopt? Of een maand. Of 2 maanden. Dus ik dacht na over mogelijkheden qua businessmodel. Ik dacht, nou, ik kan een team bouwen. Ik had inmiddels al 2 VA's. Super tof, maar ik voelde, dit is niet mijn weg. Dit past niet bij mij. Ik word hier niet happy van. En ondernemerschap is doen wat je leuk vindt. Waar je hart naar uitgaat. Want als je niet gaat doen wat je leuk vindt, gaat het niet stromen. Gaat het niet werken. Dus dat ging hem niet worden. Ik kon natuurlijk mijn uurtarieven verhogen, dat had ik al gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan niet meer hoger. En een van mijn klanten kwam naar mij toe en ze zei, Daniel, wil jij met mij niet VA's gaan trainen in België? Zij was de eerste business coach die mij hielp om mijn bedrijf, de V-Business Academy, te bouwen. En toen begon het avontuur. Ik deed dat dus naast dat ik dus per uur met klanten werkte. Maar ik wilde dus van dat uurtje factuurtje model af. Het mooie was dat ik natuurlijk een fantastisch stabiel inkomen had als VA. En daarmee kon ik er herinvesteren in een nieuw bedrijf. Alleen waar ik toen tegenaan liep, was tijd en geld. Dus alle tijd die ik had, stopte ik erin. Maar ik kreeg er ook superveel energie van, want ik wist, dit is mijn volgende stap. Dit is wat ik hier te doen heb. En het geld, ja. Ik heb ook geld geleend bij de start van de V-Business Academy. Ja. En daarna nog wat extra bij. Maar wil je echt iets opbouwen, dan is het verdienen, investeren, verdienen, investeren, verdienen, investeren. Nou, daar ben ik inmiddels wel achter gekomen. Het komt niet aanwaaien. Als ik wil, kan ik nu 1/2 week per week werken. Meer dan 500.000 omzet. Dan heb ik genoeg vrije tijd. En dat is wat ik jullie ook gun. Want uiteindelijk zitten we vaak toch gevangen in onze tijd in het ondernemerschap. En dat is wel de reden waarom we als ondernemer beginnen. Het kan niet de bedoeling zijn.